kleine update. Het geluid is niet helemaal perfect. Zoals we de vorige keer al zeiden, door corona kunnen we niet naar elkaar toe. En daardoor is het geluid van Siren een beetje slecht. Excuses daarvoor, maar ik wens jullie heel veel plezier met de aflevering. Hoi iedereen, super leuk jullie kijken naar deze gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. Vandaag ben ik weer samen met Siren. En we zijn vandaag van plan om een soort van home tour te geven van alles wat we tot nu toe hebben gemaakt en ja. Ja, dus begin maar. Nou, we staan hier als allereerste bij het huisje waar we eigenlijk als allereerste begonnen zijn. En ja, dan is het bouw natuurlijk iets anders. Maar dit is letterlijk het beginhuisje. Het staat nog steeds, daar ben je dan een beetje veranderd. Ja. En als je dan naar buiten gaat, zie je dat er een soort van connecting is met het huisje. En dan hier een soort van huisje. Ja. Waar alleen gisteren staat met, oh, met spullen. Ja, dit is van Yannick. Kijk, ik zal wel even laten zien. Dit is een heel gang hieronder. En als je deze gang naar boven loopt, dan kom je dus in het andere huisje terecht hier. Dus het is ja geconnect van de onderen. En er is een soort van ja, bruggetje of zoiets waar je onderdoor kan lopen. Dat vind, ja. dat vind ik wel leuk gedaan, vind ik hoor. Ja, dat vind ik ook leuk gedaan. Ja, niet aan het doen. Die moest hij natuurlijk weer neerzetten, met alle gevolgen van dien. Met alle gevolgen van dien. Dan zien we hier het huis, waarvan, weet je nog goed, waarvan we eigenlijk mee bezig waren, de aflevering met de gat vol monsters. Dit huis, dat is nog letterlijk de monstergat onder. Oh, dat weet ik nog. Toen was ik hier net deze muur, deze buitenkant, deze muur, was ik net aan het afmaken. En toen zat hier, gat met allemaal monsters en toen kwam er dus een creeper naar boven en toen was alles weg. Nou, dat is allemaal opgelost, maar het is uiteindelijk het huis van jou geworden. Ja. Maar ook een soort van de furnacehuis, de testroom en alles zit hier eigenlijk wel. Kijk, ja, dit is mijn bed. Mijn, waar ik slaap. En dit is dan zeg maar het centrale gedeelte met gewoon, weet je wel, die kisten of koffers en crafting tables, dat zocht ik. En dan heb je hier de chest room, tot nu toe in ieder geval. Ik weet niet of het ooit nog uitgebreid moet worden, want als ik kijk bij de rotzooi chest, nou, dan zie je het al. En bij de zaadjes, oh nee, die valt nog wel mee nu. En die heb ik ook verplaatst. Oh. Naar het farm gedeelte. Oh ja, nou ja, dat klopt. En dat was dus de etenschest, maar die hebben we dus bij de farm neergelegd, allemaal. En dan gaan we nog een verdieping naar beneden. En dit is, enchantment. En hier zit nog meer, dirt en eten. Zullen we dit trouwens ook naar buiten maar halen? Ja, ik wou het al meenemen. Ja. Dus dit is zeg maar het huisje van mij en het gezamenlijke huisje van ons. Toch? Ja. En ik... ik zie al wat. Oh ja, wat dan? Oh nee, niet alweer. Oké, okay, niet aanvallen. We gaan verder. Ik weet wel dat hier in deze vlakken die nu leeg zijn... Daar staat nu dus een nether portal, maar, en hier staan dan paarden, maar dit was allemaal farm, dit was allemaal eten toen. Ja, en dat is ook verplaatst. Ja, maar dat laten we daar wel zien. Ja, dit is verder weer een huisje waar we eigenlijk totaal niet weten waar we mee moeten, maar die staat maar gewoon. Dat was wel grappig, want ik wilde dit huisje eigenlijk, had ik gemaakt, omdat ik daar... Hij komt jou achterna, oh nee. Sorry, ik was even afgeleid. Nee, omdat we daar... toen kwamen er van die trading... er was dus een trading villager met twee van die lama's. En die had ik hier opgesloten, maar die zijn wonderbaarlijk verdwenen. Dus... Ja. Geen idee, dus het huisje staat er nog steeds. Maar we doen er niks mee. Nou, als volgende hebben we hier onze prachtige netherportal. Jee. Ja, waar we dadelijk ook eventjes nog iets moeten laten zien, want we zijn daar namelijk ook met het project bezig. Ja, is nog in de maak.
En de lampen die zijn volgens mij, ja, die heb jij volgens mij gemaakt. Ja, dit zijn van die automatische lampen dat als zeg maar de zon weg is, dat dit is zeg maar zo'n sensor, kijk. En die staat nu dus op automatisch, dat als de zon weg is, dat die lampen dan aangaan. Heel mooi. Super. Ja. En dan hier hebben we onze prachtige toren. Ja. Waar ik zelf eigenlijk heel blij mee ben. Ja, ik ook. Maar je hebt hem gemaakt. Ja, ik heb hem gemaakt. Wel met een filmpje, moet ik wel zeggen. Maar ja, ik ga niet te lang kijken, want ik wil nog niet te veel laten zien. Nee. En hier stond volgens mij ook, hier stonden de dieren, als het goed is. Ja, maar die zijn ook verplaatst, maar alles is verplaatst. Alles is weg. Ja, ik snap het ook niet. Ja, ik zat er ook al aan te kijken. Dan gaan we nou naar, ja, naar het ja, dieren/farm gedeelte. Nou, dat is dus boerderij. Dit. Ja, misschien wil ik hier ook nog een huisje maken, zodat het een soort boerderij wordt. Oké, ik zal eventjes hier gaan staan. Je ziet dat dit echt een heel groot gedeelte is. Maar ja, we hebben dus alle dieren hierin gezet en ook apart gezet nu. We hebben in één keer een stuk meer kippen. Want we hadden echt geluk. Gisteren had ik 2 eitjes. 5 eitjes. Zo. 5 eitjes. En uit alle 5 kwamen kippen. Dat was echt geniaal. En dit is dan de farm gedeelte, waar we nu eigenlijk nog niks, ja, bijna niks in hebben gezet. Omdat we hebben gewoon echt bakken bij eten. Ja, hier zijn de kisten met eten. Oh ja. Ik zal wel even laten zien. Nou, dit zijn alle wortels, er komt dus nog meer bij. Wat het? Hier zitten alle aardappels. Allemaal zaadjes, dit zijn alle zaadjes, dit is echt niet normaal. Hier wheat, kan er nog brood van gemaakt worden. Dit is leeg en deze, oh, hier zit dan brood in aan alle overige eten. Dus we hebben redelijk veel. Ja, daarom zijn ook de farms wel vol. Ja. Oh, er was even gekraak. We zijn ook sowieso van plan, tenminste ik wil hier graag nog dingen uitbreiden, zoals ik wil nog graag een huis of iets maken waar we zeg maar... Ja, dan alle eten zo kennen laten. Ja, vind ik een goeie. Dat dat mooier wordt. En voor de mensen trouwens die het al zien, daarachter zit een dorpje. Die zat er al, die hebben wij niet gemaakt. Die heb ik alleen een beetje opgepimpt. Maar ja, daar kwamen wij toen de pillagers tegen, als het goed is. Er kwam dan zo'n raid, heet dat. Ja, en je bent daar begonnen met je allereerste video. Ja. Ja, dat is ook alweer een tijd geleden. Dan gaan we hier naar, ja, mijn gedeelte, zal ik maar eventjes zeggen, een beetje. Ja. Ook eigenlijk van Jan en ik, want hij heeft het huis gemaakt. Ja. Ja, Janiek en ik hebben dit huis samen gemaakt eigenlijk. Dit is een blacksmith. En dit is het huisje van Siren. Ik zal hem even laten zien van binnen. Ik vind dit zo mooi. Zo dat dak. Dank je. Ja. Gewoon heel veel kisten en heel veel ovens. Ja, de helft is gewoon echt leeg. Ja, ja, maar alles, maar dat komt ook vooral omdat alles gewoon bij mij ligt, in de huisje. Oh ja. Oh, hier zitten gewoon nog spullen in, ramen en zo. Ja. Wat we trouwens wel, wat ik wel heb gedaan is, je zag net het huisje van Yannick. Daar liggen nog wel spullen in, omdat ik wel vind dat... Dat zijn spullen die hij ooit gevonden of gezocht heeft. Dus het is van hem. Dus, ja, daar blijven wij gewoon vanaf. Het wordt weer nacht. Fijn. Ja, hier is eigenlijk een kist. Ja. Daar heb ik hout in gedaan, omdat ik bezig ben met hout te verzamelen. Ja, moet ook weer even gebeuren. Ja, voor de boerderij. Ja, we hebben hier bomen genoeg, daar niet van, maar... Ja. Ja, dit is Jannik's huis, toch? Nee, dit is de blacksmith. Oh! Dit is een, ja, een blacksmith. Oh, hier zit ook nog een kist, joh. Hey! Ja, deze heb ik gemaakt. Nice.
Maar ja, ik wilde een beetje zo'n soort van gewoon echt een dorpsgevoel krijgen. Dus ik heb gewoon een lekker mooie blacksmith erbij gezet. Heel mooi. Ja, er zijn ook heel veel plekken leeg. Maar ja, er zijn van plan om nog dingen te maken. Maar ja, we weten nog niet zo goed wat. En... Nee, inderdaad. Krijgen. Ja. Oké, en nu naar Nether? Nether lijkt het tot nu toe het beste. Ja, nou, dan is het laatste wat we nog gebouwd hebben, dat was gisteren en dat was in de Nether. Dus daar gaan we even heen. Ik begin even te showen, dat is leuk. Oh, hallo. Hoe kom jij hier? Ik heb hem niet ge... Ja, dat vraag ik me dus ook af. Die deur is gewoon dicht hier, hoor. Nou, oké. Okay. Wacht even, ik probeer hem eruit te duwen. Ja, want je mag hem echt niet mappen. Ja, dat weet ik. Nou kijk, zoals je dus ziet, hebben we hier een beetje open gegraven. Omdat we ook kwarts willen hebben en zo. Maar we hebben dus dit een beetje gewoon huiselijk gemaakt. Zodat we wel een beetje veilig zijn voor ja, al die monsters en beestjes en ugh. Dit wordt nog verder ook nog uitgebreid. Alleen dit is tot nu toe het begin. Ja, dit is dan nog boven, zodat we wel naar buiten kunnen kijken. En daar, ik weet niet of je hem kunnen zien, daar bij het kruisje, bij mij in het midden, daar zit zo'n, ja, wat is het eigenlijk? Valt hij al aan, zo? Nee, deze niet. Oh. Nou ja, in ieder geval, er zijn dus van die nieuwe... Hij valt je wel aan, volgens mij. Oh, hij liep echt, hij liep heel sluw achter je aan. Ik zei van, Kijk, daar komt hij, daar komt hij. Wat de hel? Wat is dat voor raadbeest? Zie je, hij kwam echt achter je aan. Ja, waarom deed hij net al niks? Ja, weet ik niet. Hij deed niks, maar toen je wegliep, rende hij wel achter je aan. Ik weet ook niet. Maar goed, die beesten die vallen je dus zomaar aan. Dat weet ik ook niet waarom, maar goed. Als je goud hebt gehad. Ja. Nee, dat is niet waar, want ik had de vorige keer geen goud gehakt en hij viel mij gewoon aan. Ik zat als je gewoon in het spel gewoon ooit een keer hout gehakt hebt, of één keer of iets, dan komen die al achter je aan. Nou, dan is dat dus bij mij, bij jou ook zo dan, of niet? Ja, bij iedereen. Oh. Zo, we hakten snel. Dat wist ik helemaal niet. Grappig. Oh, daar ging mijn pickaxe. Ik heb iets nieuws geleerd. Jee. Ja, zelfs Siren leert mij nog dingen. Dat is echt... Oh, ik zie hier in de buurt nog zoveel kwarts, maar ik durf het gewoon niet weg te halen. Oh, die schat, kom, we gaan gewoon naar buiten. Hoppakee. Oh, ik vind het zo eng. Je kijkt daar. Oh, dan heb je al zo'n mini. Oh, hey, zombie. Even serieus, hè? Zombie pigmans die vallen die andere aan. Ja, dat klopt, denk ik. Ik weet niet. Ja, nou, net viel die aan. Waarom zit hier een kip? Echt. Oh, je bent helemaal daar, joh. Ja, ik ben in de rol van de leeuw. Oh, hij loopt gewoon door de vuur in, joh. Kennen we daar niet tegen? Nee. Jawel, hij wel. Hij staat nou niet meer in het vuur. Ja, maar hij kreeg wel wel damage. Ja? Ja. Echt dan, joh. Ik kijk wel even om je heen, dat je niet dadelijk eraf gegooid wordt of zo. Ja, komt denk ik wel goed. Ja. Ja, ik vind die nieuwe Nether update vind ik wel leuk, maar ook wel echt gewoon zo eng. Ik weet ook niet waarom. Maar jij vindt hem niet zo eng, wel? Nee. Trouwens, kerst. Ik wou zeggen, ik wilde echt net zeggen, trouwens, waar is die kerst, zei ik. Ik heb een boog, dus ik kan hem afschieten. Ja, ik heb ook een boog. Oh. Nee, hij is dood. One shot. Oh. Flow. We hebben hier zoveel zitten. Dat is echt niet normaal. Ik wil wel een keertje proberen die biomes
Ja, dat wil ik ook wel doen, maar dan moeten we wel echt meer beschermd zijn, denk ik hoor. Ja. Maar daarom wil ik dus ook zoveel diamond vinden, want ik wil gewoon diamond armor kunnen maken. Ik wil gewoon alles met diamond. Ja, want nu heb ik dus ook een iron sword. Die is dan wel... Even kijken, sweeping edge heeft die. Die is trouwens ook al bijna kapot. Die heb ik gisteren gemaakt. Oh my god. Zo, kip dood. Wow. Ja, en dat is tot nu toe zo'n beetje wat we hebben. Ja, inderdaad. Dit is trouwens nog wel even uitvogelen met die deuren. Want als je paniek hebt en je moet snel naar binnen, dan werken die knoppen dus niet. En dat was ik gisteren. Oh, moet echt mooi. Jammer dat ik dat niet gefilmd heb. Ja, dat was echt grappig. Ja, er zat er zo'n, hoe heet dat, zo'n ding eigenlijk, een piglin of zo, ik weet het niet eens. Zo'n nieuwe... Ja, ik weet niet eens hoe die heet, maar die zat achter haar aan en zei zo, doe die deur open, doe die deur open. Dat was mooi. En ik kreeg die deur maar niet open. Elke keer zo. En toen moest je hem doodmaken. Ja, wat wil je eigenlijk nou laten zien? Ja, eigenlijk niks meer. Is alles wat we hebben. Oh. Wow, ik kwam weer even in die cave uit. Wat? Ik ook. Ja, dat komt waarschijnlijk... Oh, regen. Even wachten. Dat komt waarschijnlijk omdat ik ooit een portal heb gemaakt in die cave. Dacht ik. Oh, dat was jij. Ik schrok van jou. Dat weet ik. Hebben ze eitjes? Nee. Huh? Ik denk trouwens wat wel nog even slim is. Oké, dit gaan we dus even mooi niet doen. Doei. Die spin die kan er ook gewoon overheen, hè? Jij sneaky bastard. Oh, ik dacht ik ga even via die kant, maar het was... Ja, dat kan niet. Ja. Au. Die was mis. Ik ga de dieren denk ik weer... Au. Waarom? Hij springt gewoon over me heen. Wat is dit? Ga dood. Hier moeten we trouwens wel nog iets op verzinnen. Die spinnen die kunnen hier gewoon overheen klimmen. Maar lieve schat, dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Oké. <Okay. laughs> Ik ga lekker bij jou kijken. Volgens mij wordt het... Ja, het wordt alweer dag. Ja. Hé, hey, je laat XP liggen. Ja, geef maar mij. Nou, zoveel was het niet. Aha! Sneaky. Ja, die kippen die... mogen ook wel... Ja! Kijk eens jongens, dit worden jullie dadelijk. Nee, hoor, Germ. Nee. Oh. Dat was heel random. Hé, hey, trouwens, wat jij ook even nog moet doen, is hier dit paard hebben. Oh ja. Want dat paard... Oh. Ja, verbrand dan gewoon, nek. Oh. Zo. Oh ja, dit is trouwens mijn armor. Ik had Projectile Protection 2. Unbreaking 2 en Fire Protection 1. Projectile Protection 3. En een breking 1 heb ik op mijn armor staan. Ja, niet heel veel. Hé, hey, maar tem even de paard hier. Ja, ja. Oh, er staat weer een Enderman hier, hoor. Ik durf nog steeds geen Enderman aan te vallen.
Het ziet er zo debiel uit, hè? Jee, hey. We hebben allebei een paard nu. Jee. Volgens mij hebben we nog wel armor liggen. Kom maar uit. Ja, die paarden lopen toch niet weg. Pff. Ik ga eens even kijken of we armor, paarden armor hebben. En een zadel. Even kijken. Want als we geen zadel hebben, dan moeten we dus eigenlijk nog even op zoek gaan naar de zadel. Toch? Kan toch maken van leer? Wat, een zadel? Nee, dat kan niet meer. Nee, dat kan niet meer. Ja, we hebben wel Iron Horse Armor, heb je die al? Oh. Nee, ik pak hem wel. Nu wel. Ik ga ze wel even... Wat? Oh, die lag daar. Gelukkig. Ik wilde net even op gaan zoeken hoe je dat ding krijgt of maakt of... Fijn, het regent. Alweer. Zo. Dan kunnen we binnenkort met ons paard opstappen. Oh, dat ziet er zo cool uit, hè? Die Iron Horse allemaal bij een bruin paard. Wauw. Ja. Mooi. Wat ik trouwens nog niet had laten zien, bij Yannick zijn huis. Hij heeft hier zeg maar zo'n... We gingen ooit verstoppertje doen. Ik weet niet of je dat... Die aflevering is er nog. Die staat online. Maar toen had hij hier dus zo'n... verstopplek gemaakt. Waar hij toen ging verstoppen. Hij ging toen hier zo en dan ging hij zo. Toen moest ik hem vinden. Dus ja, dat is wat hij gemaakt heeft. Vandaar dat je nou denkt, wat is dat rare glas op zijn huis. Maar dat is dat. Ik dacht ik val hier op het hek en ik val er precies overheen. Nou mensen, we gaan weer afsluiten. Kom er lekker bij staan. Nou mensen, dit was de aflevering voor vandaag. Doe een duimpje omhoog als je deze aflevering leuk vond. Abonneer even hieronder op mijn kanaal. Vergeet ook zeker even niet het belletje aan te vinken, want zo mis je geen video's meer van ons. En dan zie ik jullie bij de volgende keer weer. Doei!